De BBB verlichting voor het aankomend jaar. We hebben verschillende categorieën. En als we kijken naar de krachtige lampen, vooral de lampen waar we mee zeggen, kan je mee off-road aan de slag. En kan je dus vooral zelf veel mee zien en niet mee gezien worden. Dan hebben we er twee. Eén daarvan is de strijk. In de 300 en een 500 lumen versie. Het grote verschil is eigenlijk niet zozeer de kracht van de lamp, maar vooral de breedte van de bundel. Dus met een 500 lumen lamp heb je gewoon aan het einde gewoon breder zicht. Het groot voordeel is van deze lamp dat je hem relatief eenvoudig kan monteren op het stuur en ook eenvoudig kan afnemen met een accu waarvan we ook een reserveaccu hebben. Hij is in verschillende standen en er zit ook een knipperfunctie op om thuis te komen op het moment dat de accu leeg raakt. Vanaf deze lamp hebben we een totaal nieuwe lamp voor het aankomend jaar in 2014. Dat is de Scope. De Scope komt als 800 en als 1300 lumen versie. En die zijn echt bedoeld voor het pure nachtrijden. Dat zijn lampen die echt verblinden, maar daardoor echt een enorme fun factor toevoegen aan het mountainbike 's nachts. De 800 lumen geeft al enorm veel licht. De 1300 is echt iets waar je alleen mee kan rijden zonder nog andere support van andere lampen. Omdat wij vinden dat deze lamp in zijn eentje zoveel licht geeft, wordt hij ook uitgerust met een helmbracket. Dus als je de lamp koopt, zit er altijd sowieso een stuurbracket, maar ook een helmbracket bij. Zodat je hem altijd ook op je helm kan dragen. In verschillende standen. De enige stand waar we voor hebben gekozen om die niet erin te zetten is een knipperstand. Want dat wordt wel heel pijnlijk voor de ogen. De goedkopere uitvoering, 800 lumen, zit op €179. En de duurdere versie op €239. Waardoor je een heel breed programma krijgt qua lampen. Van eigenlijk de goedkopere stadslichtjes, gewoon om ervoor te zorgen dat je veilig over straat kan. Tot echt het heavy mountainbiking in de nacht met deze hele zware lampen voor het aankomend jaar. Binnenkort verkrijgbaar in de winkel.